Vandaag werd bekend dat een viertal contracten bij Roda niet verlengd worden. Dan gaat het om Wielaert, Hemte, Ramsey en De Loorsche. Ja, de logische vraag is dan natuurlijk, waarom verlengen jullie de contracten niet? Ja, we kijken zowel op sportief vlak, hè, technisch gezien, als ook de mogelijkheden, vooral op financieel gebied, voor Roda JC. Het zijn spelers die allemaal een aantal jaar bij ons zijn geweest. Ze hebben een aflopend contract en ja, alle argumenten bij elkaar denken dat het beste is voor speler en club om niet meer met elkaar door te gaan. En hoe hebben de spelers op het nieuws gereageerd? Nou ja, ik denk niet dat ze echt heel erg verbaasd waren. We hebben natuurlijk ook vooraf heb je evaluatiemomenten en gesprekken. We zijn in Malaga met elkaar in gesprek geweest. Dit zijn eigenlijk meer de formele momenten dat je het standpunt bekend moet maken. Dat heeft ook te maken met de contracten die formeel opgezegd moeten worden. Dus vandaar dit tijdstip. Wat was misschien wel het belangrijkste argument voor jullie? De leeftijd, de kwaliteiten of ook wel het salaris van de spelers? Alles bij elkaar. Leeftijd, kijk, ervaring hebben ze natuurlijk geweldig. Maar ook ideeën op het technisch vlak naar het komend seizoen toe. Gekoppeld aan de mogelijkheden die er voor Roda JC liggen. Dus je kunt niet één iets daaruit halen. Het is een aantal factoren die uiteindelijk tot een beslissing leiden. Want moeten jullie voor volgend seizoen opnieuw snijden in het spelersbudget? Ja, het is te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen. Natuurlijk moeten we kijken dat de kosten en omzet in balans blijven. We weten ook allemaal dat het economisch een lastige tijd is. We weten nog niet wat de omzet voor het komend seizoen precies zal gaan doorontwikkelen of niet. Dus je moet daar wel rekening mee houden. Dan zijn er nog twee jongens die een optie in hun contract hebben, maar die optie wordt voorlopig niet gelicht. Dat zijn Brian Rooks en Mikołaj Lebedinski. Waarom lichten jullie die optie op dit moment nog niet? Nou ja, ook dat is een formeel verhaal. Je moet een optie voor een bepaalde tijd lichten. Ook voor de ontwikkeling en ook de situatie van Roda het komend seizoen is nog niet alles bekend. Dus dan kun je op dit moment die optie nog niet lichten. Het is wel zo dat bij beide spelers een beslissing voor wat betreft Roda in ieder geval wat later gemaakt zal worden. Feit is wel dat de spelers zelf nu ook de vrijheid hebben om zich heen te kijken. Dat kan bij het lichten van de optie niet. Maar we willen zeker niet zeggen dat we niet met één of met allebei willen doorgaan.